Welkom bij de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en dit is de plek waar je alles leert over energie, intuïtie, je onderbewuste persoonlijke transformatie, blokkades doorbreken, manifestatie en het shiften van je vibe naar Energy Joy en daar voorbij. Alles aangereikt vanuit de frequentie van Joy, speciaal voor jou. Je krijgt tips, tools, gratis downloads en bergen informatie waar je direct mee aan de slag kan. Geweldig dat je luistert. Podcast 60 Soul Connections. Aardse verbindingen en diepe zielsconnecties onder de loep. Herken je dit? Iemand noemt jou soulmate of je hebt het gevoel dat iemand anders juist jouw soulmate is. En dan in deze podcast krijg je inzicht in connecties die dieper gaan dan het ogenschijnlijke aardse. En na afloop begrijp je beter wat het wel en wat het niet is. En met deze inzichten kan je vooruit in je leven en begrijp je als geen ander dat je eigenlijk heel bent. Welkom bij podcast nummer 60. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: soulmates, tweelingzielen, twin flames, zielemaatjes. Tegenwoordig komen er zoveel woorden, benamingen en labels en stickers voorbij, die tegelijkertijd ook zoveel verwarring kunnen opleveren. Dus daarom vond ik het ook tijd worden om een podcast over dit onderwerp te maken. Want in mijn praktijk zie ik heel veel verschillende connecties op relationeel niveau voorbij komen. En ja, in mijn leven, ontwikkeling en persoonlijke transformatie heb ik uiteraard ook mogen ontdekken welke levels er zijn op het gebied van connecties. Want als je hier tegenaan loopt en je gaat online kijken via, zeg maar, Universiteit Google, dan hoop je antwoorden te krijgen, maar dan merk je al snel dat je verdwaalt in een soort van doolhof van. Oogenschijnlijke waarheden, inzichten, ervaringen en meningen. En ja, ik ben daar ook tegenaan gelopen, maar ook ben ik door de jaren heen gaan begrijpen, voelen en vooral ervaren waar de verschillen liggen. En ik wil dat jou ook meteen aanraden. Voel, vooral voel bij het luisteren van deze podcast wat goed voelt voor jou. Oftewel, wat resoneert, wat resoneert diep van binnen, want daar gaat het om. Want ook op dit gebied zullen we eerlijk is eerlijk nooit alle antwoorden vinden en nooit alle antwoorden krijgen. Dus, dus daarom is het ook heel verstandig om in ieder geval geen labels te plakken op bepaalde situaties en omstandigheden. Simpelweg omdat je in connecties niet maar één, maar meestal met twee of meer zielen te maken hebt. Dus wat voor de ene persoon als waarheid voelt, hoeft voor de ander niet automatisch dezelfde waarheid te zijn. En zelfs als het wel waarheid blijkt te zijn, wil het niet zeggen. Dat iedere ziel er klaar voor is om die connectie die jij of hij of zij ervaart te omarmen. Dus als eerste wil ik je meegeven: blijf vooral dicht bij jezelf en laat je absoluut niet gek maken door een Google of meningen van anderen en vooral ook uitspraken van anderen. Die jou bijvoorbeeld gaan vertellen wat voor soort connectie je ervaart of hebt met een bepaalde persoon. In mijn optiek, en met de nadruk op mijn optiek, is het ontdekken. Beleven en doorleven van deze rollercoaster aan emoties, sensaties en inzichten, de reis op zich. Daar gaat het namelijk om. Het leren kennen, het ontdekken en vooral het naar binnen gaan. En dan heb ik het over naar binnen gaan bij jezelf, want daar ligt de sleutel. En ja, wellicht is dit niet wat je wilt horen, maar ja, het is waar, want ik weet dus geen ander hoe het is om te denken dat je de ander nodig hebt om jou als het ware compleet te maken. Dat gevoel dat je zonder de ander in je leven niet gelukkig bent of zo. Nou begrijp me niet verkeerd. We zijn hier absoluut allemaal op aarde om te verbinden. Om connecties aan te gaan. Om ons ook simpelweg voor te planten vanuit evolutionair perspectief. Het liefst minimaal twee keer ook, zodat de populatie in stand blijft. Maar een laag verder. Vanuit zielsperspectief gaat het ook veel verder en veel dieper. Je kent vast wel de romantische uitspraken. Misschien heb je het gelezen of gehoord in films van dat er wordt gezegd: You complete me. Of bijvoorbeeld dat iemand tegen je zegt: Jij bent mijn betere helft. Of samen zijn wij één. Nou ja, stop, zeg ik dan meteen: daar gaat het mis. Want vooral die laatste uitspraak, dat samen zijn wij één, suggereert dus dat je eigenlijk maar half bent. Dat je, zolang je niet samen bent met je andere helft, dat je niet heel kan zijn. En ja, ik weet zeker dat zolang je dat gelooft, dat je je dan ook altijd zo half, dus eigenlijk half leeg, zal voelen. Dan ga je een soort leegte ervaren omdat je het gevoel hebt dat je maar een half mens bent in plaats van één heel persoon. En dat brengt me ook meteen bij de allerbelangrijkste les die ik heb ervaren en doorleefd op dit gebied. Want zelf, ik ben namelijk altijd bang geweest om bijvoorbeeld alleen te zijn. En daarom ben ik denk ik altijd lange relaties aangegaan, dus... In mijn tienerjaren heb ik een relatie van, van vijf jaar gehad. En vlak daarna ben ik een relatie van 29 jaar aangegaan. En die relatie van vijf jaar in mijn tienertijd heeft me zoveel geleerd. Dankzij zowel de mooie kant als ook de zeer pijnlijke keerzijde van die dynamiek heb ik ontdekt wat ik wel en absoluut ook niet wilde en niet accepteerde in een connectie. Oftewel, bijvoorbeeld, zuiverheid op relationeel vlak is voor mij het hoogste goed. En niet alleen voor mezelf, uiteraard, maar ook voor het hoogste goed van de ander. Mede omdat ik persoonlijk die pijn en het verdriet wat ik toen heb ervaren, dat ik dat nooit meer wil ervaren. En ik vind het goed dat ik toen bewust de beslissing nam: van oké, okay, tot hier niet verder. Dit wil ik nooit meer voelen. Ja, en achteraf ben ik absoluut dankbaar dat ik dat in die vijf jaren heb mogen of zeg maar moeten doorleven, want het heeft me gigantische inzichten gegeven waar ik tot op de dag van vandaag naar leef. Oftewel, ik ken mijn grenzen en daar ben ik absoluut trots op. En dit kan jij vast ook wel bij jezelf herkennen dat je dingen meemaakt en dat je legt tot hier en niet verder. En uiteindelijk geeft en brengt je dat zoveel. Maar ik zal je even meenemen, want ik weet nog goed dat ik in 2011 helemaal voor het eerst Helemaal alleen naar de Arthur Findlay College in Engeland ging. Wat is dat? Dat is de meest gerenommeerde college ter wereld op het gebied van spirituele, energetische en mediamieke ontwikkeling. En ik kan je vertellen, in de 19 jaar dat ik toen al in een vaste relatie zat, was ik nog nooit alleen weg geweest. Nou ja, oké, okay, één keer twee weken, maar toen lag ik in het ziekenhuis met problemen vanwege de geboorte van mijn van oudste zoon. Maar ja, dat is, dat is toch wat anders, toch? Dus daar ging ik. In 2011, met knikkende knieën naar Engeland en met tranen in mijn ogen liet ik mijn gezin al uitzwaaiend achter op Schiphol. En ik begreep om eerlijk te zijn toen ook eigenlijk niets van mezelf. Want waarom liet ik dit achter me terwijl ik ogenschijnlijk alles leek te hebben? Wat was dat? Ik volgde op dat moment mijn gevoel, mijn solpoe, zoals ik dat eigenlijk altijd noem. Dus ik voelde gewoon een diepe zielsaantrekkingskracht bijna magnetisch. Die kant op. En ik moest het gewoon volgen. En ik weet nog goed dat ik in 2010 zomaar uit het niets... opeens een soort weten over me heen kreeg... dat ik op dat pad situaties en omstandigheden zou beleven... die mijn leven voorgoed overhoop zouden gooien. En ik weet ook nog goed dat ik schrok toen het eigenlijk opeens over me heen kwam. Want toen had ik zoiets van, wow, wat, wat gaat er gebeuren? Meer hierover trouwens ook in podcast nummer 57. Die gaat over de Kundalini-energie, dus... Dat gevoel is helemaal uitgekomen. Ik zal trouwens ook deze link in de show notes zetten... op wwwlizettenlucascom forward slash 60. En als je naar podcast 57 wil gaan... dan is het gewoon schuin streep 57. Zo kan je bij iedere podcast komen. Maar goed, ik ging dus. Ik ging ondanks dat gevoel, ging ik toch. En ik weet ook nog, en dit was best wel heftig... dat vlak voordat ik ging, dat mijn man... een soort woede of eigenlijk angstuitbarsting heeft gekregen... die zo heftig was... Dat de dynamiek tussen ons eigenlijk ook voorgoed is veranderd. En achteraf denk ik ook dat hij een soort van voorvoelde. Dat hij mij als het, zeg maar, afhankelijke, aanhankelijke meisje van 19. Wat ik natuurlijk niet meer was, maar zo bleef hij me zien. Dat hij mij voorgoed kwijt zou raken. En ja, het heeft absoluut heel veel in beweging gezet. Dus, dus dat, dat klopte ook. Dat heeft hij, denk ik, voorvoeld. Maar hij wist op dat moment dus ook dat, dat hij eigenlijk geen keuze had en dat hij me moest laten gaan. Want hij wist ook dat ik dat gevoel, gewoon die soulpool, moest volgen. Want als ik dat niet zou doen, dan zou hij me sowieso kwijtraken. Dus klinkt misschien wel, wel raar als ik het zo zeg, maar het was, het was zo sterk. En ik weet niet of jij dat wel eens ervaren hebt in je leven, maar soms voel je gewoon dat je een bepaalde richting op moet. En zo ging dat bij mij dus ook. En ja, daar ging ik dus. Daar ging ik naar Stansted, naar de UK, naar Engeland. En ik vertelde dit trouwens laatst ook nog aan mijn eigen groep tweedejaars mediumschapcursisten. Want dit vond ik wel een heel bijzonder verhaal, wat heel veel voor mij in beweging heeft gezet. Want op de Arthur Findlay College waren ongeveer 100 studenten gedurende één hele week aanwezig. En van die 100 waren er meestal 80% vrouwen. Dus dan kan je ook uitrekenen hoeveel procent er mannelijk was. Maar tijdens die eerste week wist ik qua aandacht van het mannelijke geslacht absoluut niet wat me overkwam. Ik was tenslotte al 19 jaar samen met één man en had vader eigenlijk weinig van de wereld gezien op dat vlak. En er waren inderdaad ook Nederlandse heren. En het gekke was, die aandacht gaf me een soort dubbel gevoel. Het maakte me heel onrustig, want ik wilde die afstand bewaren. Maar aan de andere kant had het ook een soort openbarend gevoel: van, oh. Ik tel toch nog mee, ondanks dat ik moeder ben van drie kinderen blijkbaar. Nou ja, dat, dat was dus wat er bij mij gebeurde op dat moment. En waarom vertel ik dit nu? Nou, toen kwam het dus. Er was één man die ik in Nederland twee keer eerder op events had gezien. En ja, eerlijk is eerlijk, mooie man. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua energie. Dus ik weet nog dat ik dacht van oké, okay, Lisette, afstand houden. Dus ik liep ook een soort van gewapend met mijn handtasje voor me. En daar had ik foto's in gedaan van mijn gezin. Dus als iemand me maar iets vroeg, dan kon ik meteen hup die foto's uit mijn tas tevoorschijn toveren. En het was, het was geloof ik net de tijd van de eerste iPhone, maar daar had ik nog niet echt die foto's op. Ik had ze echt nog gewoon in mijn hand. En dat was een soort afweersysteem of zo. Nou ja, het was ook allemaal nieuw voor me, zeg maar. Ik was een beetje zoekende van hoe ga je, ga je daarmee om? Nou ja, hoe ging dat verder? Inderdaad, uiteraard kwam ik geloof het of niet, precies met die persoon in de trainingsgroep terecht. En er ontstond een, een prachtige, natuurlijke dynamiek en flow. En er waren ook nog bijzondere contacten vanuit Spirit. Dus het was, alles kwam een soort van, van samen. En waarom vertel ik je dit nu, zou je wellicht denken? Nou, omdat er elke dag was een lunchpauze. En tijdens die lunchpauze gebeurde er eigenlijk iets waar ik enorm van schrok. Want we stonden altijd met, met die honderd man in een lange rij, stonden we altijd te wachten en opeens... Stond die man achter me en we raakten gewoon weer aan de praat. En toen zei hij opeens uit het niets, Lisette, misschien zijn we wel soulmates. Nou, mijn hart, je mag het eerlijk weten, mijn hart bonkte in mijn keel. En nee, nee, zei ik meteen, dat hoop ik niet, want dat kan echt niet, want ik, dat is echt niet handig als je getrouwd bent. Nou ja, je begrijpt, ik wist me er echt geen raad mee. En die week moest ik ook in verband met de begrafenis van mijn oom, zeg maar op één dag heen en weer naar Nederland vliegen. Maar ik wilde absoluut ook weer terug naar Engeland. Dus ik ben op en neer gevlogen. En um, ik weet nog toen ik dus halverwege de week thuis kwam, dat ik me zo schuldig voelde door al die aandacht die ik van die mannen kreeg. Ik moest het gewoon tegen mijn man uitspreken. Ik was om eerlijk te zijn ook wel bang dat ik niet meer terug mocht naar Engeland. Maar zijn reactie eerlijk liet me stel achterover slaan. Dus ik vertelde dat. Ik zei van die aandacht en toen zei hij: "Schat, geniet lekker van de aandacht. En je ziet er toch ook gewoon goed uit." Dat is iets van "wow", dacht ik, terwijl de tranen op dat moment in mijn ogen sprongen, eigenlijk ook van opluchting. Dat was zo'n mooi gebaar en zo'n mooi signaal van: nou, het was duidelijk dat hij me vertrouwde. En ja, dus inderdaad, daar ging ik weer terug. Bizarre week was het inderdaad met alle emoties, alle kanten op. Maar die man die ik daar heb ontmoet, heb ik al jaren niet meer gezien, maar er is nog steeds een prachtige stille connectie en af en toe is er een contactmomentje. Maar inderdaad, als ik nu terugdenk aan die connectie, voelt dat inderdaad als een soulmate. Iets wat, ondanks dat het in het aardse niet is, die connectie is er gewoon en dat is eigenlijk gewoon, gewoon prachtig. Maar inmiddels ben ik er ook achter gekomen dat we heel veel soulmates hebben. Ik dacht toen dat, dat je er maar één in je leven kon hebben. Daarom schrok ik me ook eigenlijk rot toen die dat zei. Maar gelukkig heeft het me ook dus zoveel gebracht en gegeven qua inzichten. En het gaat ook nog steeds door, want ik ben veel meer prachtige zielen tegengekomen waarmee ik diepe zielsconnecties heb. En daarmee bedoel ik een diepe verbinding voelen met iemand. Alsof je die persoon altijd al gekend hebt. Een soort onverklaarbaar, fijn en goed en bekend gevoel. Gewoon dat je een soort bam, een soort. Instand connectie hebt, je direct op je gemak voelt, zonder dat je die persoon eigenlijk echt kent. Dus ja, inmiddels kan ik zeggen, voelt me rijk met prachtige zielsconnecties. En inderdaad, de ene is dieper en krachtiger dan de andere. En de ene is op afstand in stilte en de andere is dichtbij en actief. Maar iedere dynamiek is speciaal en uniek. En dit is niet alleen met mannen, dit is ook met vrouwen. Dus dat is gewoon, gewoon heel bijzonder. En ik vind altijd, als je dan iemand een tijdje niet hebt gesproken, en je komt dan weer in aanraking dat het gewoon goed is. En mooi is. En dat je gewoon. Dat, ja, dat is een soort voelen. Ik kan het eigenlijk niet onder, onder woorden. Dus gewoon, gewoon mooi. En dan gaan we nog een stapje verder. Dan zijn er ook de diepe zielsconnecties. Die er puur zijn om je energetisch aan te raken in dit leven. Om zeg maar iets te activeren. Iets intern in beweging te zetten en je dus ook iets te leren. En misschien wel. Om oude karmische stukken te vereffenen. Ja, dit gebeurt vanuit mijn perspectief, dan allemaal puur op platonisch-energetisch niveau. Want ik weet dat er heel veel verwarring over ontstaat en dat het heel veel chaos in levens kan veroorzaken. als je dus je grenzen niet duidelijk voelt en kent. En daar gaat het vaak mis. En ik zie het in mijn praktijk en om me heen ook gebeuren. Juist door die gigantisch krachtige intensiteit van die connectie. Dan moet je ook absoluut stevig in je schoenen staan. En vaak zijn dit ook de connecties die gepaard gaan met diepe zielspijnen. Zielspijnen waarvan je niet eens wist dat het bestond en een heel diep, diep verdriet. Gevoelsmatig gaat dit dus in mijn optiek ook verder dan soulmates. Soulmates hebben veelal een, een kalme, vriendelijke, gemoedelijke, stimulerende dynamiek. En nogmaals, hierin voel voor jezelf wat resoneert. Want daar ligt de waarheid. En wat is de waarheid? De waarheid is jouw waarheid. En dat is ook meteen de les voor dit leven. Want ik geloof dat je de grootste groei houdt uit de connecties met de diepste zielsverbinding. Puur omdat zielen zo met elkaar in verbinding staan dat ze elkaars angsten en pijnen gaan triggeren op het diepst mogelijke niveau. Door lagen en levens heen. En het mooiste is dat het een proces is waarbij je zo op jezelf wordt teruggeworpen dat je niet anders kan dan naar binnen gaan. En ja, dan bedoel ik naar binnen gaan bij jezelf. Want stukken oud zeer worden in reflecties van de prachtige essenties van zielen gereflecteerd en heling mag door lagen van dieptes plaatsvinden. De diepste lagen van zijn mogen naar boven komen en transformeren en alles voor het hoogste goed van de zielen. Zuiverheid, puurheid, integriteit en loyaliteit is het hoogste goed in combinatie met Respect en eerbied en een liefde voorbij aards besef komt hierbij kijken, omdat dergelijke connecties het aardse 3D-bewustzijn zeg maar overstijgen. Puur omdat het veelal op energetisch niveau plaatsvindt. En ik geloof sterk dat je deze connectie pas in je leven krijgt zodra de tijd er rijp voor is. Dit is niet iets wat je kan plannen. Dit is overgeleverd aan de wil van het universum, de kosmos, God, het grotere geheel of welke benaming je ook eraan wilt geven. Hierin zijn woorden als destiny en fate aan verbonden. Je kan dit niet afdwingen. Alles met aardse wil zal het in de negatieve zin van het woord beïnvloeden. Dus heling door lagen van zijn is het sleutelwoord. Heling, berusting, geloven en vertrouwen. De synchroniciteit die op je pad komt en soms ook echt te bizar voor woorden kan zijn... Is je bevestiging dat je op de juiste weg bent. En zeg maar dat the universe has your back. Want ja, het kan een eenzaam traject zijn. Of eerlijk, nee, het is een eenzaam traject. Mede omdat niemand begrijpt en ervaart waar je doorheen gaat. En dat maakt het niet makkelijk. En dan voel je ook vanzelf zeg maar, weerstand tegen het proces. En dan wil je het liefste van afkeren. Omdat je terug wil naar hoe het was. Om wat voor reden dan ook. Maar je zal dan ook merken op het moment. Dat je een soort verzet gaat geven, dan zal het universum of welke naam je eraan geeft. je dus weer iedere keer die energetische seintjes geven. dat je absoluut mag vertrouwen op de flow of op de bedoeling van het grotere geheel. En ik geloof dat de diepste connectie die je als ziel mag ervaren. pas kan zijn als zielen door en dankzij elkaar heen geheeld zijn. Want die heling doe je alleen. Door vooral jezelf echt te leren kennen, te begrijpen en bovenal jezelf te ontwikkelen. Want dergelijke connecties hebben het potentieel om het beste in je naar voren te halen. En het zal je, als je er op de juiste manier mee omgaat, stimuleren om je oneindige potentieel te leven en te verwezenlijken. En dat is echt prachtig. En ja, ook gewoon aardse, vlakkere of ook wel platte connecties, noem ik het wel eens, ga gewoon door. En zijn daarbij ook absoluut noodzakelijk om de juiste balans en evenwicht te behouden. Want anders verdwijn je in een soort gat van energetische zwaarte en diepte. En dat is absoluut geen aanrader. En dat is ook niet de bedoeling. Hoewel, je moet soms diep gaan om oude stukken te transformeren en vergoed achter je te kunnen laten. Maar wederom, alles op zijn tijd. En nee, helaas, je kan niets overhaasten: omdat die magnetische poel, die magnetische aantrekkingskracht dan een soort averechts effect zal creëren. En in plaats van aantrekken, zal het dan gigantisch gaan afstoten. En je zal merken nu dat het er wat meer filosofisch in, diepgaander aan toe gaat. als je zeg maar in die essentie stapt. En dat is ook de kracht en pracht die er omheen hangt. Het is een soort energetische dans. en dans door de lagen van het leven en uiteindelijk door levens heen. En ik geloof dat als de heling in dit leven niet kan of mag plaatsvinden, mede door de vrije wil van zielen uiteraard. Dat het dan ook in volgende dimensies en levens gewoon verder gaat. Maar wederom, zo voelt het voor mij. Zo heb ik er ook vrede mee. En zo voelt het op dit moment met de kennis en wijsheid die ik tot nu toe heb mogen ervaren en doorleven. Dus ja, het evolueert en transformeert door. En laat dat nou net de bedoeling zijn van heel het leven. Dus om samen te vatten. Ik praat het liefste over zielsconnecties. Want uiteindelijk zijn we allemaal zielen met een fysiek lichaam of een fysiek leven, hoe je het wil noemen. Of juist voor dat fysieke leven, of juist voorbij dat fysieke leven. He? Spirit blijft, zielsessentie blijft. Dus dat gaat altijd door. Dus voor mijn gevoel zijn er ook gradaties in zielsconnecties. En hoe die gradatie is, de enige die dat kan voelen, ben jij. Hoewel hoe krachtiger de connectie tussen bepaalde zielen is, hoe meer voelbaar dat is voor personen daaromheen zeg maar die ook sensitief zijn en die daar heel erg vanuit hun eigen verlangen en dus ook bijvoorbeeld vanuit nijd op kunnen reageren. Houd daar ook rekening mee, want dat gebeurt helaas. Want eerlijk is eerlijk, wie wil er nou niet de diepste vorm van liefde, zielsgroei en zielsconnectie ervaren in het leven? Dus ja, vanuit mijn perspectief zijn er vele platte aardse connecties, vele diepere energetische zielsconnecties en dan de diepste zielsconnectie die je absoluut helpt te transformeren en evolueren en helen door dit leven heen. En in de diepste vorm van verbinding is er een onverklaarbare, onvoorwaardelijke liefde die er altijd is geweest en altijd zal zijn, no matter what. Plus daarbij is er een gevoel van thuiskomen van thuiskomen zoals je nog nooit eerder in dit leven hebt ervaren dat gevoel van your soul feels like home ik vind dat zo mooi klinkt in het Engels in mijn optiek nu op dit moment is dit die kennismaking de ultieme kennismaking met de weerspiegeling, weerkaatsing en de facetten van je eigen ziel vele delen die resoneren op het diepste niveau van je zijn en essentie dat inzicht alleen al is het mooiste wat je kan ervaren. Een kennismaking met je echte, pure, authentieke zelf in al zijn glorie en potentieel. Die connectie kan je in mijn optiek trouwens ontmoeten op verschillende manieren, verschillende wijzen. Het meest voor de hand liggende lijkt hier gewoon in het aardse. Maar het kan ook voorbij het aardse zijn, dus in het vijfdimensionale. En het kan een persoon ook in spirit zijn, die dus helemaal niet meer hier op aarde leeft. Dus ga niet als een gek om je heen lopen kijken als je gevoelsmatig nog zoekende bent. Want het kan al in en om je heen zijn. Maar hoe dan ook, je herkent het altijd puur door de kracht en de intensiteit. Echt, onderschat het niet. En ook dat gevoel dat tijd en ruimte stilstaan. Het is een soort anders dan anders connectiegevoel. En ja, nogmaals, dit is mijn inzicht en in overpeinzing. Dus het is ook aan jou om er je eigen invulling aan te geven. En hoe doe je dat? Nou, gewoon door te leven. Gewoon door te zijn. En het stapje voor stapje in divine timing te laten ontvouwen. Dus nogmaals, wees voorzichtig met stempels als soulmates, twin flames, tweelingzielen en al dat. Want. Labels willen we heel graag plakken vanuit een soort onderliggende angst of controle of, of in een vorm van iemand willen claimen vanuit het aardse perspectief. En dat heeft absoluut niets te maken met die onvoorwaardelijke liefde. En dit is iets wat veelal ook averechts werkt en is hetgeen ik ook regelmatig zie en er omheen. Dus pas aan het eind van dit aardse leven in spirit, ja, daar zal het pas echt helder zijn hoe het echt zit. En ook dan gaat het gewoon nog verder want zielen evolueren door voorbij tijd en ruimte en laatst las ik een prachtig artikel van een echtpaar die een hele leven samen waren en vervolgens ook slechts een paar uur naar elkaar kwamen te overlijden. Wauw dacht ik toen, hoe bijzonder over the architect's plan of the soul gesproken. Zeg maar hè, het is duidelijk dat er een groter plan voor deze zielen is geweest en het is absoluut heel mooi om te lezen. Bij mij persoonlijk sprongen de tranen in mijn ogen. Zo bijzonder vond ik dat. Ik zal ook de link in de show notes zetten naar dit uh, artikel op forward slash 60 Dus ik wens je een prachtige reis en mocht je behoefte hebben aan meer inzichten of support op dit niveau, dan ben ik er voor je. Want ik weet dat het heel lastig kan zijn op het moment dat je wordt geconfronteerd met krachtige, prachtige connecties. En onthoud puurheid en zuiverheid is de sleutel. Want het hoogste niveau is daarop gebaseerd en de diepste connectie staat daar recht mee in verbinding. En het is een liefde die is en mag zijn in de energetische dimensies of zowel met of zonder aardse contact. Het gaat daaraan voorbij. Het is multidimensionaal en dat is het grootste geschenk wat je als ziel mag ervaren. Dus neem lekker je tijd, leef in het moment, leef in het nu en weet dat als het mag zijn, dat het zich vanuit het hogere perspectief. Zo manifesteren. Want what's meant to be will always find its way. Wow, een podcast met heel veel diepgang, al zeg ik het zelf. Onthoud liefde mag platonisch naast elkaar bestaan. Dus het een sluit het ander niet uit. Een aardse liefde, een energetische liefde, een spirituele liefde. Het is oké, okay, het is goed. Zolang je maar dicht bij jezelf blijft, dan komt alles altijd goed. Nou, ik hoop dat je er pareltjes en inzichten voor jezelf uit kan halen en ik wens je een prachtige reis met diepgaande connecties en verbindingen, zowel hier in het Aardse als daar voorbij. Hele dikke knuffel en liefst voor mij. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas. Heel graag tot de volgende aflevering: bordevol tips, tools en gratis downloads speciaal voor jou. En onthoud iedere keer als je oprecht lacht en het diep. Diep van binnen voelt, dan vibe je op de frequentie van Energy Joy. De Joy Vibe die deuren voor jou opent. Dus blijf lachen, blijf in tune en shift.